Goedemorgen iedereen en welkom terug in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over karma. Want als ik met mensen of klanten spreek of als ik gewoon posts zie op sociale media of video's bij anderen, dan merk ik dat er heel veel negatieve energie rond het woord karma hangt. En zoals dat je wellicht al geleerd hebt uit mijn vorige video's, dan is een gedachte, of dat het nu een positieve of een negatieve gedachte is, die wordt veel krachtiger van zodra dat je er de emoties ook aan gaat koppelen. Want dat is ook hoe dat manifestatie in zijn werk gaat. Dus op zich is het woord karma slechts een woord. En wanneer daar heel neutraal mee omgaat, dan heeft dat woord geen positieve, maar ook geen negatieve invloed op jouw leven. Nu, wat is karma? Karma is eigenlijk het resultaat van de keuzes die je gemaakt hebt in het verleden, in dit leven of in vorige levens. Want elke dag, elke morgen staan we op en krijgen we een volledige doos, laten we het zo zeggen, vol met energie tot onze beschikking. En wat we met die energie gaan doen, dat bepaalt eigenlijk of dat we uiteindelijk positieve of negatieve karma opbouwen. Of dat we eigenlijk een positieve of een negatieve reserve opbouwen. Of dat we de positieve resultaten of negatieve resultaten mee gaan behalen. En daarom wil ik in deze video je eventjes meenemen en het anders gaan denken over karma en het anders gaan denken over hoe dat je in het leven staat, zodanig dat je bewuster zou gaan zijn rond de manier waarop je elke dag met jouw energie, met de energie die tot jouw beschikking staat, hoe dat je daarmee omgaat. Want het is in het nu moment, terwijl je nu naar deze video aan het kijken bent, dat je eigenlijk de basis legt, de keuzes maakt voor jouw toekomst. Want hetgeen wat nu toekomst is, dat zal ooit jouw nu zijn. Dus als je nu niet tevreden bent met het leven dat je nu hebt, besef dan dat dit enkel maar het resultaat is van keuzes die je gemaakt hebt of niet gemaakt hebt in het verleden. Dus als er ergens een obstakel is, een probleem is waar je tegenaan loopt, dan is dat hoogstwaarschijnlijk omdat je die les nog niet geleerd hebt. Omdat je die wonden nog niet aangekeken hebt. Omdat je die schaduw blijft wegduwen in plaats van er naar te kijken en het liefde en licht te geven. En het maakt niet uit of dat je een tweelingvlam bent of een soulmate of wat dan ook. Het werkt zo in alles in je leven. Er zijn veel mensen, wanneer je spreekt over karmische relaties, die daar een hele negatieve indruk en een hele negatieve vibe aan geven. Maar uiteindelijk, wat zijn karmische relaties? Karmische relaties zijn eigenlijk relaties waar dat je gewoon lessen leert aan elkaar. En dat zou dan eigenlijk ook betekenen dat elke relatie die je aangaat, zelfs je tweelingvlamrelatie, eigenlijk ook karmisch is. Want karma en het karmische gaat enkel maar over het feit dat jullie samenkomen om zaken uit te werken. Om dingen te healen, om zaken, lessen die je niet geleerd hebt in een vorig leven, om dit opnieuw op een andere manier aan te pakken. En daarom is belangrijk, en dat is eigenlijk de grootste boodschap dat ik wil meegeven in deze video, is als je voelt dat je vastzit en als je voelt dat je niet meer mee bent in die flow, haal dan de negativiteit weg dat je ergens opkleeft, of dat nu in dit specifiek voorbeeld over het woord karma gaat, of over een bepaalde relatie gaat, of over financiële problemen, of over het feit dat je geen werk vindt, of het feit dat je ontslagen bent, of wat dan ook, of het feit dat je ziek bent, een burn-out hebt. Laat het negatieve stuk los. Want het is net dat negatieve stuk en het feit dat je daar jouw energie elke dag naartoe stuurt en aan weggeeft. Telkens aan jezelf zegt van oké, ik heb die rekening nog niet kunnen betalen. Ik heb dat werk nog niet. Ik heb die opdracht niet. Ik heb nog geen relatie. Ik zit hier helemaal alleen.
Ik heb nog geen kinderen. Ik heb geen vrienden. Of wat dat ook maar is. Net door dat weg te halen en die negativiteit ervan weg te halen, door ze los te laten. En te gaan kijken wat de zegeningen zijn, wat de lessen zijn in de situatie waar je nu in zit. En op welke manier dat je die situatie gecreëerd hebt. Hoe dat je dus erover denkt over die situatie. En wat dat er eigenlijk jou getoond wordt. Bijvoorbeeld als je inderdaad nu in geen relatie bent. En mensen lopen van je weg bijvoorbeeld. Wel, dan is misschien het universum die jou toont dat tijd is dat jij je verlatingsangst gaat gaan helen. Dat je gaat leren om dat je altijd omgeven bent door alles en iedereen. Dat je nooit verlaten wordt. Dat je altijd verbonden bent met alles en iedereen om jou heen. Ook al zijn die kilometers of miles van je verwijderd. Als het gaat over financiën, dan kan je nooit overvloed aantrekken vanuit de mindset van dat iets duur is. En dan daarom werk ik bijvoorbeeld ook geen uurtje factuurtjes, waarmee dat ik wil zeggen dat ik niet gewoon per uur mijn prijzen aanreken, omdat wanneer mensen die met mij samenwerken gedurende 3 maanden, die gaan door een hele diepe transformatie. En bij de een gaat het al iets vlotter en moeitelozer dan de andere. Dat is van iedereen afhankelijk en iedereen individueel. Maar net het feit dat ze een aanzienlijk bedrag, €2.200, al dan niet in 1 keer of in stukken of in termijnen betalen, en dus in zichzelf investeren, dat vraagt van hen eigenlijk al een hele stretch in bewustzijn. En dat maakt dat enkel maar diegenen die bereid zijn om het nodige werk te gaan doen, ook bereid zijn om dat bedrag in zichzelf in te investeren. Of dat nu over dit bedrag gaat of over iets anders van een andere cursus, bijvoorbeeld een videoserie of het e-book, of maakt niet uit. Maar wanneer je niet bereid bent om het geld in jezelf te investeren, dan ga je ook nooit uit die mindset van tekorten, van schaarste komen. Want geld, het ontvangen van geld, is verbonden met de waarde dat jij aan jezelf geeft. Wat dat jij het waard bent. Een van de zaken dat ik ooit ook verteld had aan iemand, een andere klant die ook met mensen werkte, dus die zelf ook een coach of een soort van coach was, die had ik gezegd van je kan geen pakketten of verwachten dat mensen 2000 of 2500 of €5000 betalen aan jou als jij zelf nog nooit dat bedrag in jezelf hebt geïnvesteerd. En dat is iets wat ik zelf ook geleerd heb en ben en mag heb mogen in groeien. Dat naarmate ik krachtiger en sterker werd in mezelf, in het zijn van mezelf, en veel meer in mezelf geloofde en mijn eigen waarde zag, hoe eenvoudiger dat ook was om prijzen neer te zetten die waarde ook weerspiegelden. Als ik kijk naar de afgelopen jaren, hoeveel geld ik al geïnvesteerd heb in mezelf, dan zit ik al bijna tegen de €30.000, of misschien nog meer. En ook dat is hetgeen wat mensen meekrijgen als ze met mij samenwerken. Dat maakt dat we nu deze keer wel door blokkades heen breken. Dat we wel een verandering zien. Waarom? Omdat we tot op de kern gaan. En waarom? Omdat ik niet meega in het slachtofferdenken. Omdat ik niet meega in het denken van tekort. Omdat ik niet meega in alles negatieve overtuigingen rond karma bijvoorbeeld. En dat maakt ook natuurlijk dat niet iedereen klaar is om met mij samen te werken. Omdat ze niet klaar zijn om die volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen. Mensen die met mij samenwerken, die worden gepusht om hun eigen verantwoordelijkheid voor hun leven op te nemen. En ook om hun eigen keuzes aan te kijken. En om eerlijk te worden met zichzelf. En dat betekent dus dat ik tijdens sessies dat ook heel duidelijk ga terugspelen. Van waar hou jij jezelf nog klein? Wat maakt dat jij vindt dat je jezelf nog niet waard bent? En wat maakt dat je nog steeds in het negatieve, in het ontgoochelende, in het verdriet, in de boosheid, in de frustratie, in het ocharme ikke, in het kleine ikke blijft hangen, terwijl dat je de keuze hebt om in jouw grootsheid te stappen, in jouw kracht te stappen en om
dat te delen met de wereld, om die authentieke, om jouw authentieke energie te delen met de wereld. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je moet verantwoordelijkheid nemen voor al de keuzes die je gemaakt hebt en waarvan je tot de vaststelling gekomen bent dat het misschien niet de beste keuzes geweest zijn. En dan zitten we terug weer in ons schuldgevoel. Maar schuldgevoel is geen gevoel, het is een gedachte. Ontstaan vanuit patronen, verwachtingen, overtuigingen dat we gewoon overgenomen hebben van anderen. Dus ook daar komen we weer op hetzelfde punt. Kijk naar jouw gedachten, kijk naar je emoties. Wat wordt er jou getoond? Waar voel je dat je nog in de steek gelaten wordt? Waar voel je dat je nog aan je lot overgelaten wordt? En heel die stukken. Je kan jaren innerlijk kindwerk doen, maar als je niet tot de point, tot de kern van de zaak komt, dan kan je nog 1000 jaar innerlijk kindwerk en healing doen. Maar zou je nooit die effectieve, die fantastische transformerende groei doormaken en eigenlijk door die sluier heen breken. En dat is hetgeen wat ik doe met mijn klanten die met mij samenwerken. Ik toon hen de weg. Ik toon hen, ik spiegel hen waar dat ze zichzelf tegenhouden. En het maakt niet uit of je een tweelingvlam bent of niet. Ik help de meeste van mijn klanten zijn tweelingvlammen. Waarom? Omdat ik zelf ook een tweelingvlam ben en weet wat dat het is en weet hoe uitdagend dat het is en hoe lastig dat het ook is. Maar als je niet het innerlijke werk doet, en dan heb ik niet over het innerlijke kindwerk, maar als je niet aan jezelf werkt en je schaduwen niet aankijkt, hoe kan je dan verwachten dat iemand anders die exact dezelfde energie heeft, eigenlijk samen met jou komt, als je weet dat de wet van aantrekking of de wet van resonantie er eigenlijk uit bestaat dat je maar eigenlijk dingen in je realiteit kan ervaren wanneer je dezelfde frequentie hebt. Maar als jij nog heel veel ballast met jou meedraagt en jouw twin draagt nog heel veel ballast met jou mee, en dat noemen we dan de karma, hoe kan je dan verwachten dat je samenkomt zonder elkaar constant weer af te stoten of zonder elkaar constant te triggeren in die pijn en die schaduw? Dus als jij wilt een diepe zielsconnectie aantrekken, of dat dan je soulmate is of je tweelingvlam, dat maakt niet uit. Het werkt op dezelfde manier. Als je geen last meer wil hebben van karma, werk dan je eigen wonden uit. Werk jouw eigen ballast uit. En dat gaat ervoor zorgen dat je zuiverder wordt en dat jij ook zuiverdere resultaten zal gaan bereiken. Of dat nu gaat over relaties of over het aantrekken van je wensen. Het werkt allemaal op dezelfde manier. Dus, voor vandaag, kijk echt naar jouw gedachten. Want het is niet wat dat je wenst dat je aantrekt, maar wie dat je bent. Dat maakt wat dat je ervaart in jouw leven. Dus jouw energie is zo belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Wil je met mij samenwerken? Ik heb op dit moment plaats voor 2 mensen die opnieuw starten in het 3-maanden-traject. Maar ik laat niet zomaar iedereen starten. Ik wil echt zeker zijn dat we een match zijn. Dus dan is het beste dat je mij een mailtje stuurt. En dan kijken we om een sessie in te plannen. En doorheen die sessie voel ik dan of dat wij inderdaad een match zijn. Of dat je inderdaad klaar bent om dat gedurende 3 maanden echt diep te gaan en aan jezelf te gaan werken. Of dat het misschien beter is om eerst nog iets anders te gaan doen. Kijk zeker in de box hieronder, dan vind je ook meer informatie over het e-book, over mijn fysieke boek, over de videoserie rond manifesteren en nog zoveel andere zaken zoals bijvoorbeeld op het groepstraject, waarvan dat de live sessies weer starten in oktober, maar je kan nu al met de content beginnen. Waarom? Omdat iedereen evolueert op een ander ritme en op een ander tempo. Dus het groepstraject, zelfrealisatie vanuit hart, gedrag en bewustzijn, helpt jou om gedurende 9 weken aan jezelf te werken. Er zitten hele krachtige transmissies in die doorheen blokkades breken. En je leert werken met je universele vlammen, want die kan je ook doorheen je dagelijks leven gaan gebruiken. Om je te helpen met wat dan ook dat je tegenaan loopt. Je hoeft niet het tempo te volgen van de cursus, zijnde dat je elke week een andere vlam gaat doen of wel andere informatie gaat gaan tot jou gaat nemen. Ook daarin is het belangrijk dat je eigen ritme volgt. Maar dus elke week komt er nieuwe informatie beschikbaar, mocht je daarvoor klaar zijn. Wil je daar meer informatie, kijk zeker op mijn website. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. En dan zie ik jou in een nieuwe video. Dag!